Zwembadgasten werden vandaag in Sportcentrum Kardingen verrast met een voetmeting. Studenten van de opleiding Marketing en Management van de Hans Hogeschool hebben de meting gedaan in opdracht van een Duitse schoenenwinkel. De schoenen worden veelal in Azië ingekocht en uit ervaring blijkt dat de Aziatische voet nogal verschilt van de Westerse voet. Dat verschil zit hem zowel in de lengte tussen de verschillende voeten als de breedte. En wij gaan door middel van een enquête en meetinstrumenten gaan wij dit onderzoeken. We meten de lengte van de voeten, zowel links als rechts. We meten de omtrek van de voet. En we meten bij de dames meten we ook de kuitomtrek. Dit vanwege het feit dat dames laarzen dragen en dat dan de kuiten ook meespelen in dit verhaal. Klopt de maat schoenen die u altijd draagt? Ja, ik heb altijd 41 en ik ga naar de winkel en ik koop 41. Ik pas even en ik loop er even mee in het rond en dan, ik zeg dat zijn ze. U heeft daar nooit problemen mee om de juiste maat? Nee. Ik trek ze aan en ik heb nooit geen probleem. De ene was 40,5 en die andere was 40. Maar betekent dit dan dat u altijd de verkeerde maat schoenen heeft gekocht? Nou, dat weet ik niet. Ik heb maar 1,40 altijd, daar loop ik prima op. Maar je hebt er nog sokken overheen, hè? Dus als je een beetje dikke sokken hebt, dan moet je toch maar 1,40 hebben. Dan weet je ook eens een keer hoe je voeten er precies bij staan natuurlijk. Het is de bedoeling dat de Duitse ondernemer met de uitkomsten van dit onderzoek zijn inkoopbeleid gaat aanpassen.